Geachte collega's, professor Annemarie Dingemans, beste vrienden en familie van professor Dingemans, dames en heren, wat fijn dat u hier allemaal in zo'n grote getale bent gekomen. Wij zijn hier vandaag om te gaan luisteren naar de intrerede van professor Dingemans met de titel High Heels, More Cost. En voordat ik haar het woord geef, spreek ik graag een paar woorden tot haar ter inleiding. En ik ben de rector van deze universiteit. Dat vergeet ik vaker bij te zeggen. Dat zal ik nu nog wel één keer zeggen. En om dat verhaal te maken, ben ik te raden gegaan bij een aantal van jouw collega's. En nou ga je natuurlijk denken van, oh jee, wat komt daaruit? Nou, ik kan je vertellen, een heel leuk verhaal. Het viel me namelijk op dat de woorden carnaval en in voor een feestje meer dan gemiddeld werden genoemd. Zeg maar gerust veel meer dan gemiddeld. Het verhaal gaat zelfs dat de liefde voor carnaval jou heeft doen besluiten om vanuit Amsterdam terug te keren naar Maastricht. Misschien ga je daar zelf nog iets over zeggen zo straks. Maar dames en heren, even alle gekheid op een stokje. Ik ga natuurlijk ook graag even kort met u door haar carrière heen tot nu toe. Ze rondde haar studie geneeskunde af in 1994 aan de Universiteit van Maastricht en deed daarna promotieonderzoek aan de VU, het VUMC in Amsterdam. En dat onderzoek was gericht op resistentiemechanismen voor chemotherapie bij longkanker. In 2000 gepromoveerd en een proefschrift bekroond met de Vera Bonteprijs. En ook tijdens je promotie ontving ze een Young Investigators Award van de ASCO. Van 1998 tot 2004 werd ze opgeleid tot longarts in achtereenvolgens het Rode Kruis Ziekenhuis, de Beverwijk, het VUMC in Amsterdam en de laatste jaren in het LUMC in Leiden. Dus ook een hele mooie geografische route gemaakt. En vanaf 2004 als longarts actief in het MUMC en sinds 2011 daar ook associate professor en dan per 1 maart van dit jaar bijzonder oogleraar longziekte in het bijzonder de torocale oncologie aan de faculteit Health, Medicine en Life Sciences. En de leerstoel is ingesteld door de stichting Sint-Annadal. Ik spreek namens het gehele college van bestuur als ik zeg dat ze enorm verheugd zijn dat jij je wil verbinden aan Maastricht University. Je hebt een geweldige naam op het gebied van de torocale oncologie, zowel in klinisch opzicht als met betrekking tot het onderzoek. Trekster van diverse nationale studies heb ik mij laten vertellen en betrokken bij vele internationale onderzoeken. Dat blijkt ook uit jouw lijst van wetenschappelijke publicaties. Daarnaast als expert op het gebied van longkanker ook een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. Kortom, een toponderzoeker mag ik zeggen, ik hou niet zo van het woord top misschien, maar als ik het zo zie, dan mogen we dat hier absoluut zeggen met een hele duidelijke visie op het vakgebied. En dat sluit geweldig aan bij de ambitie ook van onze universiteit, waar we substantieel willen bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Ik wil als laatste nog benadrukken, dat kwam ook terug uit dat rondje consultatie bij jouw collega's, dat ze jou omschrijven als een zeer gedreven en betrokken onderzoeker, waarmee het enorm prettig samenwerken is. Een fijne, vrolijke en gezellige collega die bekend staat als een uitstekend docent en als arts door de patiënten zeer hoog gewaardeerd wordt. Nou, geweldig, mooi. Ik ga nou jou het woord geven. Maar namens het college van bestuur, Martin Paul en Nick Bos, wensen we jou een hele succesvolle carrière toe op onze universiteit. En nu aan jou het woord. Tja. Geachte rector, geachte decaan en vicedecaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences, de voorzitter van de Raad van Bestuur van MUMC, leden van het College van Toezicht, collega-hoogleraren, de andere collega's en lieve vrienden en familie. Het is een eer om hier mij voor te stellen met mijn inaugurele reden als hoogleraar torakale oncologie of longziekte, met in het bijzonder torakale oncologie. Nou, zei mijn buurvrouw vanochtend, wat is er nou eigenlijk zo bijzonder? U heeft het net gehoord. Daarnaast hebben velen van u, en dat kan dat waarderen, heel lang in de auto gezeten
En kan u verzekeren, ik ga niks zeggen over Zwarte Piet. Daarnaast, ik wil dit niet vergelijken met een debat tussen Trump en Clinton. Mochten er factcheckers in de zaal zitten, alles wat ik zeg is of waar of het is mijn mening. Ik zal mij voorstellen, ik ben longarts en dat weet u, maar toch ga ik dat zeggen, want ik vind het heel belangrijk met mijn leerstoel om te benadrukken dat ik arts ben. Ik ben een klinische dokter, ik ben er voor de patiënten en al het werk wat ik doe, komt eigenlijk vanuit die patiënten. Ik heb een mooi vak. Een longarts is een zelfstandig vak, is een vak waarbij wij als artsen de diagnose stellen bij de patiënten, wij doen ingrepen, wij behandelen ze. Dus wij zien onze patiënten voor een hele lange tijd helemaal zelf. Het is een vak, een belangrijk vak, want twee van de belangrijkste ziektegebieden van ons vakgebied, dat zijn COPD en longkanker. En als je die twee optelt, dan kom je tot ziektebeelden met de meeste ziektelast. En ziektelast, dat is dan de som van het aantal jaren dat je minder leeft en het verlies van kwaliteit van leven. Dat wil zeggen dat als je longarts bent, dat je ook aandacht moet hebben voor kwaliteit van leven, psychosociale aspecten en palliatie. Als we dan gaan naar longkanker, dan is er eigenlijk iets bijzonders aan de hand in Nederland. En dat bijzondere is dat wij als longartsen ook bevoegd zijn om chemotherapie te geven. En dat dat niet voorbehouden is aan de medisch oncologen. Daar moeten we ons bewust van zijn, daar zal ik ook op terugkomen. Maar alvorens dat te doen, ga ik eerst naar mijn titel, High Heels, Small Cost. Een tijdje over nagedacht, heel veel ideeën over gekregen. Nee, ik heb het niet verzonnen omdat ik vrouw ben. Ik heb ook niet verzonnen omdat ik verslaafd ben aan schoenen. En ook niet, zoals een collega suggereerde, leidt vrouwen in de zorg dan tot meer kosten. Nou, dat lijkt niet zo, want dat kwam in ieder geval uit de krant, dat vrouwen in salaris, dat niet zichtbaar is in ieder geval. Dus daar kom ik nog een keer op terug komende maanden. Nee, ik heb dit gekosten omdat high heels en eigenlijk schoenen, omdat ik dat als metafoor wilde gebruiken. En dat wil ik gebruiken als metafoor omdat ik uit een schoenenfamilie kom. En ik kom uit een hele fijne schoenenfamilie. En ik wil allereerst mijn ouders bedanken, die hier zijn, voor de hele fijne opvoeding en die mij geleerd hebben om door te zetten, je best te doen en zorgen dat je zelfstandig bent. In dat bedanken gaat natuurlijk ook mijn zus mee, nu mijn ceremoniemeester, maar ook buiten dat hebben wij een hele fijne zussenband. En dan natuurlijk mijn allerliefste zoon. Ik heb er maar één, maar hij is wel de allerliefste. Ik ben heel blij dat hij zich vrij heeft kunnen maken uit zijn drukke studentenleven in Delft en hier net op tijd gearriveerd is om naar zijn allerliefste moeder te luisteren. Maar ik had hier nooit gestaan als ik niet in het begin van mijn studie Annemie Scholz en Miel Wouters ontmoet had. In het begin van mijn studie ben ik onderzoek gaan doen in het tweede jaar en kwam ik eigenlijk bij Annemie Scholz, destijds nog promovendus Annemie Scholz terecht en heb ik een heel aantal jaren met haar onderzoek gedaan op het gebied van COPD en cachexie in Sierra-Horn. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ik heb geleerd om kritisch naar data te kijken. Ik heb geleerd om nieuwsgierig te zijn. En ik heb geleerd om plezier in het werk te hebben. Heel belangrijk. Dan Miel. Je bent eigenlijk gewoon een mentor. Al die jaren, tijd ik in opleiding was, ofwel student, promotieonderzoek, mijn opleiding en nu heb je voor mij als mentor gefungeerd, maar dan op de ouderwetse manier zonder een portfolio. En dat werkte eigenlijk ook prima, denk ik. Het heeft ertoe geleid dat ik in 2004 hier begonnen ben als longarts en dat je me eigenlijk altijd gesteund hebt om die thoracale oncologie te ontwikkelen en dat ik hier nu uiteindelijk sta. In mijn bedank wil ik ook degene meenemen die deze leerstoel mogelijk hebben gemaakt. De voorzitterraad van bestuur van de MUMC, nu Maya van Dieje, eerder Giet Peters. Albert Scherpier als decaan van de faculteit. En Frans Ramakers, directeur van GRO, die me eigenlijk altijd gesteund heeft om dit waar te maken. Komen we terug op die high heels, more costs. Die high heels, dat heb ik nu verteld waar ze vandaan komen. Waarom ik dit gebruikt heb eigenlijk, high heels associeer ik met je best doen. Iets moois neerzetten en niet voor de makkelijke weg gaan. Maar als je dat wil, iets moois neerzetten en je best doen, dan staat daar iets tegenover. Dat kost wat, niet per se een dure schoen, maar ook inzet, geld, daar moet je wat voor doen. Die high heels die zet ik dan voor het gemak even tegenover die hele makkelijke witte gymschoen waar je iedereen in ziet. Dus high heels, ik zie het als iets moois doen, maar dat je daarvoor moet investeren. Dat klinkt heel logisch, maar als we naar ons vakgebied gaan, de thoracale oncologie of mijn vakgebied, dan wil ik daar iets moois neerzetten,
Maar het is niet zo vanzelfsprekend dat die meer kosten, dat iedereen zich realiseert dat daarin geïnvesteerd moet worden. Ik zal u eerst even wat meer vertellen over longkanker. Longkanker staat aan de top. Nou, de top is niet zo'n fijn woord, hebben we net gehoord. Maar deze top is ook niet zo fijn. Longkanker staat al jaren aan de top van kankers waaraan de meeste patiënten overlijden. Als je dan kijkt hoeveel patiënten overlijden daar eigenlijk aan, dan zijn er van alle patiënten die overlijden aan kanker, overlijdt 1 op de 4 mannen en 1 op de 5 vrouwen aan longkanker. Dus dat is enorm, enorm veel. Die 5-jaarsoverleving van kanker, die is de laatste jaren van 15% naar 18% gegaan. Nou, een heel klein beetje positief. Als we dan kijken waar dat door komt, dan zegt het IKNL dat komt doordat we betere diagnostiek doen met een spiraal-CT en een PET-scan, betere behandelingen hebben, zoals bijvoorbeeld chemoradiotherapie, en dat er misschien ook beter aan preventie wordt gewerkt. Of aan screening. Longkanker is dus een ziekte die heel ernstig is. En dat komt omdat bij diagnose de meeste patiënten uitgezaaide kanker hebben. En dat dan genezing eigenlijk niet meer mogelijk is. Het blijft dus heel belangrijk om aandacht te besteden aan preventie. Om te voorkomen dat mensen kanker krijgen. Om te zorgen dat mensen stoppen met roken. En misschien veel belangrijker, en daar kan een collega hier in de zaal zeker wat over zeggen, is voorkomen dat jongeren gaan roken. Dus daar is het belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Als je dan kijkt dat longkanker, zoals ik het u geschetst heb, een hele belangrijke ziekte is, dan valt het op dat dat maar heel weinig in het nieuws komt. Dat is toch een beetje raar. Dat komt omdat onze patiënten vaak gewoon veel te ziek zijn om zich te organiseren en in het nieuws te komen. En omdat er ergens toch dat vreemde stigma aan blijft hangen van eigen schuld, dikke bult. Waar ik het helemaal niet mee eens ben en hier ook een collega aan de zaal heel veel aandacht aan besteed heeft. De tabaksindustrie is degene die daar schuldig voor is. Daar hebben wij als longartsen samen met de patiëntenvereniging denk ik een belangrijke taak te volbrengen om te zorgen dat longkanker meer in het nieuws komt, dat er aandacht voor komt en dat dat stigma weggaat. Ik ben dan ook verheugd dat ik in het gezelschap ben van de 4 andere hoogleraren thoracale oncologie in Nederland en dat ze allemaal hier zijn. Harry Groen, Paul Baas, Joachim Aerts en mijn partner Egbert Smit. De ziekte. Hoe zit dat nou met die ziekte longkanker? Mijn titel heet thoracale oncologie. En dat komt omdat thoracale oncologie meer bevat dan alleen longkanker. Wij hebben in Maastricht, behalve longkanker als aandachtsgebied, ook timoom en carcinoïde, dus neuroendocrine tumoren. Dat is de reden dat we spreken, dat we gekozen hebben voor thoracale oncologie. Dat timoom en die carcinoïde, dat zijn erkende weesziekten, dus die komen maar heel weinig voor. Maar als we nu naar longkanker kijken, dan kan je de ene kant zeggen dat het een ziekte is die heel veel voorkomt. Maar de laatste jaren hebben we, vooral als het om het niet-kleincellig longcarcinoom gaat, steeds meer kleine gebieden ontdekt. En dat zijn de patiënten met de zogenaamde drivermutaties. Oftewel, die kanker is verslaafd aan 1 signaal. Als je die kanker dan op gaat delen in al die kleine groepjes met die drivermutaties, dan kom je ineens aan een verzameling van weesziekten. Dan hebben we het helemaal niet meer over kanker, wat heel veel voorkomt. En aan die drivermutaties, daar hangt wel iets bijzonders. Want dat zijn vaak patiënten die nooit gerookt hebben, die jong zijn, vrouw zijn en waar we hele gerichte therapieën voor hebben, waar een hele hoge prijskaart aan hangt. Dus wil je iets bereiken, high heels, die patiënten behandelen, dan staat daar een prijskaartje tegenover. Als je verder wil komen met longkanker, dan zul je onderzoek moeten doen. En voor onderzoek doen moet je samenwerken. Een hoogleraar hier in de zaal had als titel van zijn oratie longkanker is kleine kansengeneeskunde. Dat klopt, maar ik denk wel dat je die kansen vergroot door samen te werken. En daarom ben ik ook heel blij dat zoveel collega's hier zijn, want daarmee werk ik eigenlijk allemaal samen. Dat is de manier om verder te komen. Nou, die high heels, die mooie dingen. Wat zijn dan de mooie dingen die ik u wil vertellen, die wij de afgelopen jaren in Maastricht gedaan hebben en wat ik van plan ben te doen? Ik zal u daarin meenemen. Ik zal wat vertellen over het onderzoek wat wij doen, wat mijn visie daarop is. De patiëntenzorg, het onderwijs en iets over onze beroepsgroep. Soms zal ik minister Schippers citeren en daar ontkom je niet aan als het over longkanker gaat. Want dan heb je te maken met registratie, dure geneesmiddelen, kosten. Dus daar heeft onze minister ideeën over. Voor al dit onderzoek werk ik samen met enorm veel mensen. Ik heb besloten ze eigenlijk niet persoonlijk hier te bedanken, omdat ik denk dat ik dat al genoeg heb gezegd. En omdat ik ook bang ben om gewoon iemand te vergeten. Wel wil ik even noemen dat we een hele bijzondere samenwerking hebben met de Maastricht Clinic in hier.
Maarsel Clinic de topzorg op het gebied van de radiotherapie, heeft een interesse in de longoncologie en ik denk dat wij samen een hele goede internationale speler zijn op dit vlak en dat we dat, nou dat gaan we ook doen, verder uit moeten buiten. Als ik het heb over mijn onderzoek, dan gaat mijn onderzoek zich een heel groot deel richten op, of richt zich op nichegebieden, oftewel gebieden waar misschien niet zoveel over bekend is. Heel bekend nichegebied is cachexie. En cachexie is ongewild gewichtsverlies met in verhouding meer skeletspierverlies. Dit is onderzoek wat ik eigenlijk samen met Annemie Scholz al gedaan had tijdens haar promotieonderzoek en waar onze afdeling enorm veel ervaring in heeft als het gaat op het gebied van COPD. Dus wat was er makkelijker dan toen ik in Maastricht kwam om daarbij aan te haken en te kijken of we dat onderzoek, die resultaten gevonden bij COPD, konden vertalen naar longkanker. Cachexie is niet zo, om het woord maar één keer te noemen, sexy onderzoek als het gaat over longkanker. Op congressen wordt er nauwelijks over gesproken. Echter, als je het met patiënten daarover hebt, die herkennen dat. Patiënten weten dat als ze afvallen, dat dat slecht teken is en dat dat leidt tot slechte uitkomsten. En meerdere malen horen wij dan in de spreekkamer dat de partner zegt, als hij of zij nu maar zou eten. Dus voor patiënten is dat herkenbaar. Dat eten, dat is dan een lastig issue. Heel vaak als reflex wordt er dan gezegd, nou dan doe maar wat drinkvoeding. Ik heb daar een sterke mening over en ik heb dat ooit genoemd het droppen van voedselpakketten bij de vijand. Dat heeft geleid tot heel veel boze mailtjes van diëtisten, maar ik meen dat wel. Er zijn aanwijzingen dat extra voeding in dat stadium leidt tot voeden van de kanker. Daarnaast haalt Nutridrink, nou ik noem nu een merk, dat was niet de bedoeling, voedingsbijvoeding, ook het plezier van het eten weg. Mensen zitten niet meer gezellig aan tafel en legt er een enorme druk op. Wat veel belangrijker is, is kijken wat is nou eigenlijk de oorzaak van die cachexie. En dat doen we in Maastricht. We hebben bij de patiënten gekeken met stadium 4, uitgezaaide longkanker, wat het mechanisme is en wat er in die spieren gebeurt. We proberen nu te kijken met de promovendus naar bruin vetactivatie, of dat een rol speelt bij de longkanker. En dat zijn allemaal mechanismes dat als je daar iets vindt, waar nu waarschijnlijk ook nieuwe medicamenten tegen in ontwikkeling zijn. Daarnaast doen we onderzoek, ik zei het over dat plezier in eten, dus ook weer samen met Annemie Scholz, met functionele MRI, waar we gaan kijken wat gebeurt er nou in die hersenen, hoe komt het dat mensen soms zo'n afkeer hebben van voeding, of wat vinden ze juist wel lekker. Om dan eigenlijk te komen tot een heel gericht voedingsadvies. Heel belangrijk onderzoek en ik denk ook als het gaat om kwaliteit van leven. Toen ik net in Maastricht werkte, toen was gelijktijdige chemoradiotherapie, werd toen net standaardbehandeling bij stadium 3 longkanker. En stadium 3, dat is longkanker met alleen uitzaaiingen achter het borstbeen. Dat is een stadium wat je met concurrent chemoradiotherapie, of die chemo en bestraling samen, heel goed kan behandelen. Of heel goed. Overlevingscijfers, ik heb dat net nog even nagevraagd bij de Maastricht Kliniek, zijn nu 30%. Maar wel ten koste van van ernstige bijwerkingen. En een van die bijwerkingen is oesofagitis, oftewel ontsteking van de slokdarm, waardoor mensen minder kunnen eten. Dus van het begin af aan was bij die behandeling duidelijk dat je aandacht moest hebben voor voeding. Maar toen we een tijdje met die behandeling bezig waren, begon mij en ook mijn collega's op te vallen dat wij dachten, die patiënten vallen eigenlijk eerder af dan dat ze minder gaan eten. We hebben dat onderzocht in een hele grote retrospectieve serie bij de Maastricht Kliniek en hebben dat inderdaad bevestigd. Die patiënten beginnen al af te vallen voordat ze minder gaan eten. We hebben dat ook prospectief nagekeken, dus in een kleine serie patiënten daarna. Dan zagen we inderdaad dat er een groep is waar dat gebeurt, die vroeg af gaan vallen. En dat die mensen ook al verrassend vroeg in spierkwaliteit inleveren, in spierkracht. Daarnaast hebben we gevonden dat die patiënten die zo vroeg afvallen ook slechtere uitkomsten hebben. Dus het is niet iets alleen wat we gewoon vinden, maar wat ook echt consequenties heeft. Het MUMC heeft zijn visie neergelegd in het strategiedocument 2020. En in dat document zijn thema's benoemd, innovatiethema's en profielen. In het kader van dat strategiedocument zijn er op longkankergebied 2 onderzoeken gehonoreerd. En bij die 2 onderzoeken hebben wij weer geïntegreerd en dan gaat een hele mooie studie lopen. En een studie die denk ik helemaal past in de visie van het MUMC. In dit onderzoek werken we samen met het innovatiethema voeding en metabolisme en de profielen cardiologie, dus hart- en vaatziekten en longkanker. En dat onderzoek doen we heel nadrukkelijk samen met de Maastricht Kliniek. Wat we gaan onderzoeken is in dat onderzoek, is bij die patiënten met dat stadium 3 niet-kleincellig longcarcinoom, want ik vertelde u al dat we zo'n goede samenwerking hadden met de radiotherapeuten, gaan we onderzoeken 2 dingen. 1.
De basale cardiale situatie van deze patiënt, dus hoe het met hun hart gaat, heeft dat invloed op latere longschade? Daar hebben we in retrospectief onderzoek aanwijzingen voor gevonden. En drie of twee, wat gebeurt er eigenlijk in die hele korte periode waarin die mensen af gaan vallen, maar de intake nog goed is? Het is een heel spannend onderzoek waar we echt volgende week maand mee hopen te beginnen. Maar ik denk dat we daar echt iets doen met krachten bundelen en kijken waar zijn we goed in Maastricht, hoe kunnen we dat verbinden en samen dit onderzoek doen. Een ander thema waar ik eigenlijk van begin af aan heel erg in geïnteresseerd ben, is neuroendocrine tumoren. En dat komt toen ik in Maastricht begon, ben ik niet alleen met Annemie Scholz gaan praten, maar ook met Kroon met Frans Ramakers. En de groep van Frans Ramakers deed eigenlijk al heel lang onderzoek naar het kleincellig longcarcinoom en carcinoïden. Beide zijn dat weesziekten. Als je kijkt naar die carcinoïden, dan is dat een zeldzame ziekte die vaak bij jonge mensen gevonden wordt en die eigenlijk een redelijk goedaardig beloop heeft. Maar redelijk goedaardig is niet altijd goedaardig. En patiënten kunnen nog tot 20 jaar later uitzaaiingen krijgen. Dat houdt in dat we al die mensen enorm lang volgen. Dat carcinoïd dat kan je scheiden in twee types, het typisch en het atypisch carcinoïd. En dat atypisch carcinoïd heeft eerdere kansen op uitzaaiingen. Nu blijkt dat voor pathologen het enorm moeilijk is om dat onderscheid te maken tussen typisch en atypisch. Dat houdt in dat we dus heel veel patiënten lang volgen. Wat de groep van Frans Ramakers samen met Ernst van Speel gevonden hebben, is dat als je een extra kleuring doet op die biopte, zogenaamde OTP en CD44, dat dat behulpzaam kan zijn in het voorspellen of de kanker wel of niet terugkomt. Bedoeling is nu dat we dat in een hele grote prospectieve serie gaan onderzoeken, waar we op Europees verband met anderen samen zullen werken, omdat het gewoonweg niet lukt om in Nederland voldoende patiënten bij elkaar te krijgen. Dat neuroendocrine, dat bracht mij eigenlijk op, en die gesprekken gingen van kleincellig en carcinoïde, naar het grootcellige neuroendocrine carcinoom. Dat is een tumor die sinds 2004 een naam heeft, waar in verhouding weinig over bekend is, die niet zoveel voorkomt, maar die in de kliniek wel tot problemen leidt, omdat we eigenlijk niet zo goed weten hoe we die moeten behandelen. En hoe komt dat nu? Dat komt omdat die diagnose enorm moeilijk te stellen is op een klein biopt. En bij longkanker hebben we vooral bij uitgezaaide longkanker vaak met kleine biopten te maken. Dat zijn hele duidelijke WHO-criteria, maar die criteria die bestaan beoordeling op een klein biopt niet toe. Toch had ik de indruk dat die diagnose steeds vaker gesteld werd. En samen met Robert-Jan van Zuilen, ik zie hem niet zitten, maar die hier wel is, hadden wij zelf datzelfde gevoel eigenlijk. Dat heeft ertoe geleid dat wij eens gaan kijken in databases wat is er eigenlijk bekend over deze kanker. In Nederland hebben we de hele mooie situatie dat het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland, heel veel data verzamelt. En dat PALGA dat ook doet voor de pathologen. En die data hebben we gecombineerd. En dat klinkt heel makkelijk, maar er heeft een promovendus een soort strafwerk op moeten verrichten om al die data te combineren en na te kijken. En dan vonden we een paar verrassende dingen. Eén vonden we dat die diagnose inderdaad vaker gesteld werd op een klein biopt, terwijl het eigenlijk niet kon. En twee vonden we een ratje toe aan nomenclatuur. Oftewel, die pathologen wisten het eigenlijk niet wat ze met de diagnose aan moesten en hoe ze die moesten stellen. Daar hebben we mooie publicaties over gemaakt en ook een KWF-subsidie gekregen voor kwaliteit van zorgverbetering, om te kijken van hoe kunnen we dat nou aanpakken en kunnen we dat verbeteren. In diezelfde database zijn we gaan kijken hoe worden die mensen nu eigenlijk behandeld met dat neuroendocrine carcinoom. Dat neuroendocrine, dat deed ons allemaal denken als dat lijkt wel een soort variant van kleincellig en misschien moeten we het zo behandelen. En dat is andere chemotherapie dan we voor niet-kleincellig longcarcinoom geven. Het was zelfs al zo dat de richtlijnen aan het veranderen waren en in de internationale richtlijnen eigenlijk de chemotherapie voor het kleincellig longcarcinoom wordt geadviseerd. Terwijl dat dus nergens op gebaseerd is. Tot onze verrassing vonden wij in onze grote retrospectieve serie dat de patiënten betere uitkomsten hadden wanneer we ze behandelden met de chemotherapie voor het niet-kleincellig longcarcinoom. We hebben ook, omdat het zo moeilijk is om die diagnose te stellen, en Travis, die hier zeker niet is, maar die ook geen Nederlands verstaat, dus ik kan het makkelijk zeggen, dat is de goeroe op het gebied van de neuroendocrine tumoren, die houdt vast aan zijn criteria, staat ook niet open voor aanpassingen. En Ernst-Jan en ik hebben zorgen gehad van onze promovendus tijdens het congres met hem ging eten s'avonds. Of hij wel terug zou komen. Nou, dat is wel gebeurd. We hebben naar aanleiding van die WHO-criteria een ingezonden brief gestuurd. Dat wij vonden dat er een aanpassing moest komen. En dat er echt noodzaak was om op die kleine biopte die diagnose beter te stellen. Nou, daar hebben we
redelijk omtrekkend flauw antwoord op gekregen. Dat is niet gebeurd, maar we gaan het gewoon verder onderzoeken. Onze promovendus die zit nu in Lyon met al die biopten en die is daar bezig om dat verder moleculair te profilen. En wat ik nog wilde zeggen over die neuroendocrine tumoren, want het klinkt ook heel makkelijk, dat onderzoek. Dus één heeft onze promovendus avonden en dagen diagnoses door zitten ploeteren. Drie pathologen, Robert-Jan van Zuilen, Erik Tunnes en Michael den Bakker, hebben dagen en dagen koepen zitten kijken. Ik ben er één keer bij geweest, het is eigenlijk best gezellig met die drie, maar het was natuurlijk een hele hoop werk. Dus onderzoek, cachexie, neuroendocrine tumoren en daarnaast hersenmetastase. Dat is ook van een van onze gebieden waar we onderzoek doen. Waarom hersenmetastase? Hersenmetastase komt heel vaak voor bij patiënten met longkanker, is geassocieerd met slechte overleving en ook slechte kwaliteit van leven. Omdat deze mensen zo'n slechte prognose hebben, worden ze eigenlijk bijna altijd geëxcludeerd van klinische trials. Dus we hebben heel weinig data over deze patiënten. Hoe behandel je ze nu? Wat zijn de uitkomsten? Ik ben bij de richtlijn hersenmetastase betrokken geweest en daar bleken zoveel open einden te zijn dat ik had bedacht, nou daar kunnen we wel onderzoek naar doen. En Lisa Hendricks, hier aanwezig, collega longarts, heeft vorige week haar zeer fraaie proefschrift daarop verdedigd. Wat we bijvoorbeeld aangetoond hebben, dat zijn eigenlijk dingen die we ook heel mooi in onze oorzonregio gedaan hebben. Dus in onze opleidingsregio met alle ziekenhuizen samen zijn we in de data gegaan. Bijvoorbeeld bij het stadium 3 niet-kleincellig longcarcinoom. Wordt geadviseerd dat je bij patiënten een MRI maakt om hersenmetastase uit te sluiten. Maar een MRI is een onderzoek wat maar beperkt beschikbaar is en een belastend onderzoek voor patiënten. En collega Bootsma uit Heerlen, die wel net zo goed zou zijn. Dus we hebben dat uitgezocht, retrospectief, het heeft erom gehangen en vorige week tot heftige discussies geleid. Maar ik ga je toch herhalen wat vorige week gezegd is, de MRI is toch beter. Je mag niks terugzeggen nu. Die hersenmetastase, die leiden dus tot slechte kwaliteit van leven. Als reflex bestralen wij deze patiënten allemaal, terwijl we weten dat we er eigenlijk heel weinig mee bereiken. In de nieuwe richtlijn, of in de inmiddels oude richtlijn, was gezet dat je die patiënten, als ze een bepaalde conditie hadden, niet moesten bestralen. Wij waren eigenlijk benieuwd, goh, wat doen we deze in onze regio? En Lisa is daar weer de hele regio ingegaan, al die data bekeken. En het blijkt dat wij nog steeds veel patiënten bestralen in die slechte conditie. Dat heeft ertoe geleid dat wij nu hele strikte afspraken hebben gemaakt in de regio om daarnaar te kijken en die patiënten ook niet meer te bestralen. Dus ook geen valse hoop te geven en extra belasting. Dat onderzoek dat wordt nu voortgezet door mijn collega Janne Schoenmakers samen met Lisa Hendricks. En we hebben daarvoor een subsidie gekregen uit het Guy Peters Fonds. En wat we onder andere daarin gaan doen, is kijken met de functionele MRI, die u net ook al hoorde bij de cachexie, of we kunnen vinden waarom mensen die uit voorzorg bestraald worden toch zo moe zijn. En ook moe is niet bepaald een sexy onderwerp, maar wel heel belangrijk voor de patiënten. Brengt me bij de ouderen. Longkanker is een ziekte van de ouderen, komt daar heel veel voor. En ook die ouderen worden heel vaak geëxcludeerd van klinische studies. Dat maakt dat we heel weinig data hebben hoe we die mensen moeten behandelen. We weten wel dat leeftijd alleen geen reden is om mensen te excluderen van een studie, van een behandeling. Daarom is het ook heel mooi dat ik samen met Judith van Loon, radiotherapeuten, een hele mooie subsidie heb gekregen van het Koningin Wilhelmina Fonds om dit uit te zoeken. En die studie die is net open, we hebben de eerste patiënt geïncludeerd, die heet de LDAPT. En die studie gaan we onderzoeken bij patiënten in een hele hoop ziekenhuizen in het land, ouder dan 75 jaar. Waar we eerst gaan kijken met de geriatrische assessment, zijn die mensen nou fit of zijn ze niet fit? En de fitte mensen die gaan we randomiseren, oftewel verdelen, loten, tussen de standaard maar zwaardere behandeling, chemo en bestraling tegelijk, of de iets minder goede behandeling, maar beter verdragen behandeling, chemotherapie met nadien bestraling. En als eindpunt hebben we een heel mooi, maar ook moeilijk eindpunt gekozen. En dat eindpunt is overleving, maar dan gecorrigeerd voor kwaliteit van leven. Vooral voor ouderen, ik denk voor iedereen, het geldt niet hoe lang je leeft, maar hoe lang leef je met goede kwaliteit van leven. Veel, als je het over de druivenmutaties hebt, waar ik het over had gehad, met die kleine groepen patiënten, dan is er een hele grote groep patiënten en die hebben een KRAS-mutatie. En KRAS-mutatie is de meest voorkomende druivenmutatie, roken geassocieerd. En noemen we een beetje de undruggable target. We weten gewoon niet hoe we die goed moeten behandelen. Al jaren en dag denken we in Nederland dat dat geassocieerd is met slechte overleving en slechte respons op chemotherapie. Samen met Egbert Smit
hebben wij met een promovendus begeleid in een hele hoop ziekenhuizen in Nederland in data is gaan kijken wat doen we eigenlijk met die patiënten. En we hebben toch twee belangrijke dingen gevonden. We hebben gevonden dat die patiënten met KRAS-mutaties helemaal geen slechtere prognose hebben. En we hebben gevonden dat die patiënten waarschijnlijk beter reageren op chemotherapie die een zogenaamde taxane bevatten. En wat we nu gedaan hebben, of dit heeft geleid tot het opzetten van de klinische trial, de NVAL-22... Ik samen met collega Joop de Lange, principal investigator van ben. En in deze studie in Nederland, een hele hoop Nederlandse centra, gaan we twee standaard chemotherapies vergelijken. Eén met en één zonder taxane. Waarbij onze hypothese is dat die taxane tot betere uitkomsten leidt. En daarnaast gaan we een vertaalslag maken. Want dat is het mooie wat we in Nederland met die studies doen. Dat we proberen de biopten te verzamelen, bloed te verzamelen, om nog meer te leren van die patiënten. Dus we gaan kijken, maakt het nou uit welk type mutatie je hebt om naar de uitkomsten te kijken. Dit brengt me bij de NVAL-studies. En de NVAL-studies is iets waar ik trots op ben. En waar collega Harry Groen trots op mag zijn, wat hij daar ongeveer de initiator en de trekker van is. En waar ik heel veel mee samenwerk op dit gebied. We hebben heel veel studies in Nederland die wij als longartsen samen doen op het gebied van longkanker. Inmiddels zijn we bezig met de NVAL-25-studie. Wat we met die studies doen is dat ik eigenlijk zoveel mogelijk bij de praktijk dingen onderzoeken. En kijken of we met nieuwe of met oude goedkope medicamenten overleving kunnen verbeteren. Nou, dat lukt niet altijd, meestal niet, maar het is wel belangrijk dat die dingen onderzocht worden. Zo hebben we laagmoleculaire heparine toegevoegd aan chemotherapie, celecoxib, studie van Monique Hoogstenbach, en zo ook nitroglycerine. Dit zijn allemaal medicamenten die voor andere ziektes geregistreerd zijn, uit patent zijn, heel goedkoop, waar geen farmaceutische industrie in geïnteresseerd is, maar waar wel preklinische evidentie was dat die antikankereffecten hadden. Die NVAL-12-studie, dat was een studie waar we nitroglycerinespleisters toevoegden aan chemotherapie. Was ooit een Japanse studie gedaan, waarin dat een heel groot overlevingsvoordeel liet zien. En we hebben dat helaas niet kunnen bevestigen, oftewel onze studie was negatief. Wel hebben we in 2 jaar tijd 220 patiënten kunnen includeren in Nederland en dat hebben we gedaan door samenwerking. Ik noemde het kleine kansen, samenwerken kun je veel bereiken. In dit geval helaas een negatieve studie. In dat verband hebben we ook bij patiënten nog scans geanalyseerd, PET-scans. En dat is onderzoek wat ik nu samen met Philippe Lambert van de Maastricht Clinic aan het uitwerken ben. Dus we doen een onderzoek, we kijken naar de klinische vraagstelling, maar proberen daar translationeel iets aan te verbinden. Nou, de high heels van het onderzoek, waar ik u nu mee wilde nemen. En wat zijn dan die kosten? Nou, die kosten die zijn er, want je moet onderzoekers betalen. Als je een studie moet doen, zijn er enorm veel kosten aan datamanagement verbonden. Daar moet gewoon geld in en tijd. Nou, denkt u lekker, zo'n hoogleraar die vindt dat overal maar geld in moet. Laat dat daar lekker staan op de hoge hakken en wat lost ze eigenlijk op. Nou, dat kan ook wat goedkoper. Wat er volgens mij goedkoper kan, zijn dingen in de regelgeving rondom klinische studies. Heel aantal jaren geleden had ik een audit op een klinische studie. Dat is iets waar je redelijk zenuwachtig voor bent en ik was dat ook. En de auditor heeft een hele dag lang zich door papieren heen geworsteld, van alles en nog wat bekeken. Aan het einde van de dag was het in orde. Enkel onderbrak er een onderhoudspapiertje van de CT-scan. Toen durfde ik wel, ik was een beetje laf natuurlijk, maar ik zei tegen die auditor, denkt u nu ook dat wij goed voor onze patiënten zorgen en dat we ons best doen voor deze patiënten? Ja, daar had hij natuurlijk helemaal geen idee van. En dat is het allerbelangrijkste. Dus je kunt heel veel wet en regelgeving doen. Het gaat er uiteindelijk over dat je als goede dokter bij die patiënt staat. En daar zouden we aandacht aan moeten besteden en met elkaar op moeten letten en elkaar op corrigeren. Dan is er ook zoiets als subsidieaanvragen. Meerdere van ons hier aanwezig zijn nu aan het stressen voor de deadline, of niet nu, want nu zit u hier, van 3 oktober. Maandag aanstaande 3 uur sluit de call van het KWF. Heel veel werk, vreselijk onoverzichtelijke website. Ze vragen enorm veel informatie. Onderzoekers hebben in een interview met de Volkskrant in 2015 gezegd dat ze per subsidieaanvraag 20 werkdagen besteden. En dat leidt tot een toekenning van subsidie van 10%. Ik dacht, weet je, ik bel het KWF eens even op. Ik zei, wat is jullie budget eigenlijk voor die subsidieronde maandag en hoeveel worden er goedgekeurd? Nou, dat moesten ze even intern overleggen en waarvoor ik dat nodig had. En ik moest eigenlijk de e-mail volledig citeren. Nou, één was het dat ze nog niet wisten wat het budget wat was toegekend. En ze dachten toch wel dat 30% gehonoreerd werd. Dat maakte dat ik mijn collega Lize Hendricks even aan het werk heb gezet om toch onze aanvraag in te voeren, want ik was zelf natuurlijk met dit bezig. Brengt me eigenlijk bij de patiëntenzorg, want de patiënt staat centraal. Ik had in het begin gezegd, ik ben dokter
En mijn onderzoek vertrekt vanuit de patiënt. En ik ben ook graag dokter en dat moet je ook zijn als je longkanker behandelt. Want dat kan je niet. Je kan geen longkankeronderzoek doen als arts als je niet ook de patiënten ziet. Wat wij als doel hebben in Maastricht is dat we eigenlijk vinden dat we zo persoonlijke mogelijke behandeling moeten geven aan onze patiënten. Zorgpaden, dus klinkt allemaal heel erg leuk. We zagen, gisteren heb ik nog gezien dat het IKNL een soort tool wil maken. Dan doe je alle gegevens van de patiënten en je drukt op een knop en de behandeling staat er. Nou, dat is iets waar ik eigenlijk gewoon tegen ben. Want de patiënt is niet een zorgpad, de patiënt is een individu. En je moet naar het individu kijken en uitzonderingen durven te maken, en helemaal in de academie. Dus we vinden dat we goed naar de patiënten moeten kijken, maar ook dat we moeten leren van iedere patiënt. Dus we proberen patiënten zoveel mogelijk in studies te behandelen, klinische trials te hebben. En vooral voor de patiënten met die zeldzame druivenmutaties, omdat dit vaak de enige manier is om aan goede data te komen. Ik ben trots op ons team, wat wij hebben. Samen met Monique Hoogstenbach, Lisa Hendricks, Janne Schoenmakers, onze verpleegkundige, de AIOS die de aantekening onkloeg, of die de stage oncologie doet, en de radiotherapeuten, hebben een heel fijn team. Wat wij doen namelijk, want mensen vragen wel eens ook tijdens mijn vakantie, denk je dan niet aan je patiënten? Nou, dan klinkt dat heel onaardig als ik zeg dat ik niet aan mijn patiënten denk in mijn vakantie. Dat is niet zo, want dat kan niet. Je kan niet functioneren als je hele vakantie aan patiënten denkt. Dat is omdat ik vertrouw dat mijn collega's de zorg overnemen en goede zorg verlenen. En dat gebeurt ook. Dus niet als ik op maandag terugkom van vakantie, of meestal kom ik op donderdag terug, omdat ik dan geen hele werkweek voor me heb. Als ik op donderdag terugkom, dat er een hele hoop werk ligt wat nog opgelost moet worden. Alles is opgelost en op de juiste wijze en patiënten zijn tevreden. Nou, hoe bereiken wij dat nu? Dat bereiken wij doordat wij naast het groot MDO een klein MDO hebben. Eigenlijk ons monodisciplinair overleg, alleen Dirk de Ruijscher is er altijd bij. Dat maakt het toch net multidisciplinair. En op donderdag, aan het einde van onze spreekuren, nemen wij alle patiënten door die we die week gezien hebben. Dan bespreken we het beleid van de patiënten. Dus we hebben allemaal dezelfde visie over hoe we patiënten behandelen. We kijken of patiënten deel kunnen nemen aan studies. En ook heel belangrijk is, we kunnen even met elkaar praten. Want soms gaat het ook wel eens lastig met patiënten of zijn er moeilijke dingen. En dat kunnen we kwijt. Eigenlijk lachen we ook heel veel. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje cru als je het over longkanker hebt. Maar dat is wel omdat we een hele fijne band hebben samen en samen daarover praten, een hele open situatie. Toen dan ook een aantal jaren geleden in Medisch Contact stond collega Mariska Koster, zei longkanker is heel zwaar, want je doet wel 3 slecht nieuwsgesprekken op een dag en dat is eigenlijk niet te doen dat vak en burn-out dreigt. Toen zeiden we, dat herkennen we helemaal niet. Wij zien dat niet, dat dit kan gebeuren. En dat komt, tenminste zo hebben wij dat geanalyseerd, omdat wij zo samenwerken, de zorg delen, sparren met elkaar. En ook onze, als er eens een keer wat misgaat of moeilijke gesprekken hebben met patiënten of situaties die goed lopen, dat kwijt kunnen. Daar ben ik trots op dat we dat hebben. Dan zeggen collega's uit het land tegen mij, ja, dat zouden wij ook wel willen, maar daar hebben we geen tijd voor. Nou ja, als je daar geen tijd voor hebt, dan moet je, en die is heel fijn, want niemand kan iets terugzeggen tegen mij, dan moet je geen longkankerpatiënten behandelen. Ik vind dat je daar tijd voor moet hebben. En ik vind ook dat zorgverzekeraars er aandacht voor hebben. Zorgverzekeraars zijn dol op lijstjes. Die zouden het liefst hebben dat wij onze patiënten vragen dat zij ons cijfers geven. Dan geven die patiënten of een 4 of een 9. Dus ze zijn of boos of heel tevreden. Dus dat lijstje zegt enorm weinig. Ik denk dat zorgverzekeraars zouden moeten zeggen, hoe vaak praten jullie met elkaar? Hebben jullie daar tijd voor ingeruimd? Dat moeten vergoeden en dat moeten aanmerken als excellente zorg. Onze minister, daar komt ze, die heeft vorige week op Medisch Contact, stond er op de voorpagina, het vertrouwen in de zorgprofessional moet terug. En ze zei, en dan hoop ik dat ik het kan lezen natuurlijk, zorgverleners lastigvallen met allerlei onnozele en nodeloze lijsten, dat moet op de volle breedte van de zorg verdwijnen. Nou, dat moeten we denk ik gewoon nu afspreken dat we dat niet meer doen. Dit is makkelijke taal, maar tot nog toe hebben we helemaal niet gezien dat dat verandert. Ik vind dat vertrouwen in de zorgprofessional moet terug en ik heb eerder de metafoor met mijn kapster gebruikt. Ik kom al jaren bij dezelfde kapster, ik kan nu niet zien hoe het zit natuurlijk. Maar ik heb nooit aan mijn kapster gevraagd, wat voor diploma's heeft u? Doet u aan bijscholing? Toen mijn kapster zwanger was, ging ik daar ook naartoe omdat haar collega dezelfde visie had en mij ook knipte. Vertrouwen is de basis en wij moeten als professionals zorgen dat we goed werk doen. Want dat is voor een ander denk ik heel moeilijk vast te stellen. Wat het mooie is, wat wij in
het zuiden hebben, en gisteren hadden we daar de opening van, is het de onkozon. Onze minister heeft gezegd, als het over longkanker gaat, dan moet je in netwerken samenwerken, dat moet je in teams doen, dan moet je afspraken maken. En wij zijn daar in het verste. Dat werd gisteren beaamd, dus ik kan dat zo zeggen. IKNL zei dat ook. Wat wij doen in dat netwerk, of wat gebeurd is, en dat is eigenlijk heel belangrijk, dat op raad van bestuurniveau de afspraken met elkaar gemaakt zijn. Dat maakt dat daar vastgelegd is dat wij samen die oncologie gaan doen. Het IKNL benadrukt, en dat vind ik ook belangrijk om te zeggen, dat we ook gewoon moeten zorgen dat patiënten studies behandeld worden. Dat we niet dat patiënt wil leren en dat er aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld trial nurses. Nou, dan komt het weer. Wat kost dat geld? Dat kost geld. En naar mijn mening, wat we zouden moeten doen, is een onkozonregio echt om het een goede start te geven, is investeren in wat ik dan zou noemen flying nurses. Oftewel verpleegkundigen die bij ons opgeleid worden, omdat wij veel studies doen, maar die in andere ziekenhuizen gaan helpen om de patiënten te includeren. Dat zou naar mijn mening een hele mooie weerwaarde zijn en dat kost geld. Überhaupt kost dat netwerken opzetten geld. Het Citrienfonds ondersteunt daarin, maar het is toch onduidelijk wat voor gelden zij daar precies voor over hebben. En ik denk, wordt dit een succes, maar willen we dat het ook snel een succes wordt, dan moeten we zorgen dat daar ondersteuning is en dat mensen goed de flow daarin houden om dat op te zetten. Dat brengt me bij het onderwijs. Ik heb ooit gezegd, in het kader van de Pellerinprijs 2 jaar geleden, werd ik een filmpje opgenomen, toen heb ik gezegd, nou, van onderzoek doen word je niet per se een betere dokter. Dat klopt. Maar toch denk ik dat onderzoek doen een hele belangrijke toegevoegde waarde heeft. Je leert kritisch kijken naar data interpreteren, nieuwsgierig zijn, dingen vertalen. En ik denk dus dat het een hele duidelijke meerwaarde heeft. Daarom ben ik enorm trots op onze ACO-opleiding. De opleiding die opleidt tot arts klinisch onderzoeker. Oftewel dokters die leren goede basis van klinisch onderzoek, promotieonderzoek gaan doen. En hopelijk later in de praktijk dat we gaan verbindend gaan zijn tussen basale wetenschappers en de dokters. Eigenlijk als het over opleiden gaat, dan heb ik toch de meeste interesse in het opleiden van die longartsen. En laatst ook weer een medisch contact. U denkt, ze leest niks anders. Nou, dat doe ik wel, maar medisch contact past het best in dit verhaal. Zag ik een advertentie staan voor een longarts-oncoloog. Nou, wat moet die eigenlijk kunnen? Want die term bestaat helemaal niet, longarts-oncoloog. We hebben geen idee waar zo iemand aan moet voldoen. En dat is toch raar. Ik zei u net, in Nederland zijn we als longartsen bevoegd om chemotherapie te geven. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als bekwaam. En wij moeten daar wat mee als longartsen en als longartsenvereniging. Er is nu een soort verdiepingsstage waarin gekeken wordt van hoe longartsen aan het einde van hun opleiding wat extra oncologie moeten doen. Maar ik denk echt dat we naar het format van onze buren moeten, de Belgen, waarin er nu een 2 jaar extra opleiding bestaat voor longartsen. En waarin die longartsen duidelijke verdieping krijgen, veel studies doen en pas dan chemotherapie. Nou, voorschrijven mogen ze misschien wel, maar in ieder geval niet vergoed krijgen. Toch? Want dat heeft met de vergoedingen te maken. Wat we heel mooi zouden kunnen doen is het ERS Hermes curriculum introduceren. Ik ben daarbij betrokken geweest vanuit de ESMO, dus de Medische Oncologenorganisatie. Natuurlijk een beetje vreemd, want de ERS is een longartsenclub. Maar ik was vertegenwoordiger vanuit de ESMO, dus de Europese Society of Medical Oncology. En wat die Hermes heeft gedaan, die hebben een jaar curriculum opgezet om eigenlijk iemand op te leiden tot het voorzitten van een MDO wat over longkanker gaat. En dat is een heel breed curriculum, heel goed weergegeven wat je moet leren, hoe je dat moet leren en hoe je dat ook in een portfolio bij kunt werken. En ik denk dat we dat gewoon snel moeten introduceren. Als het gaat over opleiden, dan ben ik ook geïnteresseerd eigenlijk in de visie van Kiki Lombards. En Kiki Lombards is een hoogleraar aan het AMC. En Albert Scherbier werkt daarmee samen. Maar ja, ik zag haar stukje, las ik in medisch contact. En zij heeft het over 3 pijlers voor een dokter. En ik herken dat. En ik herken dat ook in ons team. Die 3 pijlers zijn excellentie, compassie en medemenselijkheid en kritisch reflecteren. En ik denk dat we daar in onze opleiding aandacht voor moeten hebben. We moeten het vak, dat heb ik geleerd van Annemie, je moet plezier hebben in je werk, je moet het leuk vinden, jezelf willen verbeteren, leren. En dan ben je een goede dokter. Dus als het weer over die zorgverzekeraar gaat met al die lijstjes, die zou eigenlijk moeten kijken, nou, hoe ver bent u betrokken bij onderzoek? Wat doet u op die congressen? Bent u betrokken bij nieuwe ontwikkelingen? Hoe reflecteert u met elkaar? Dus nou, mijn mening zou daar aandacht voor moeten zijn. En ook daar, ja, daar moet natuurlijk geld in. Maar als je al die lijstjes weghaalt, dan hebben we ook weer geld over. Kom ik bij onze beroepsgroep.
Onze beroepsgroep, de ENVAL, de longartsenvereniging, noemt zich een wetenschappelijke vereniging. Ik was laatst op de algemene ledenvergadering vorige week en toen vond ik het toch een beetje gek. Het ging bijna de helft van de vergadering ging het over geld, namelijk. Ging het over de vrije medische specialist en over politieke partijen, wat die voor ideeën hadden over de wet normering topinkomens. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we het hebben over wetenschap, dat de NRS hier is. En Dirkje en Miel zijn daar de trekkers in geweest om dat op te zetten. Dat is de Nederlands Respiratory Society, ik ben daar ook bij betrokken en Annemie is de huidige voorzitter daarvan. En in de Nederlands Respiratory Society verbinden we eigenlijk alle mensen die met longonderzoek te maken hebben. Dus niet alleen longartsen, maar ook andere onderzoekers, kinderartsen, basale onderzoekers. En kijken we of we dat longonderzoek beter op de kaart kunnen zetten. Ik zei u al, er gaat weinig geld naar longonderzoek, longkanker in het bijzonder. En wat vanuit die NRS gepoogd is of gedaan is, een soort roadmap maken. Waar willen wij naartoe? En vanuit die roadmap een nationale plan longonderzoek maken, longziekteonderzoek. En dat nationale plan, dat gaan we nu venten en overal aan de man brengen. En zorgen dat mensen weten wat gebeurt op longonderzoek en dat daar ook geld naartoe gaat. Een ander issue wat speelt, hè, want ik zei al, lekker makkelijk praten over geld, maar als je nou nooit eens praat over bezuinigen, dan is het toch immunotherapie. En ik heb me denk ik niet heel populair gemaakt, algemene ledenvergadering. Op onze algemene ledenvergadering moest er gestemd worden over uitbreiding van centra. Ik zie Harry alweer, wat gaat ze nu zeggen? Over centra voor uitbreiding voor de immunotherapie. Immunotherapie voor longkanker is nu ruim een jaar geregistreerd. En dat was ineens een issue, want dat issue was dat het om heel veel patiënten gaat en heel veel geld. Dus de minister had een nieuw systeem bedacht en dat heette de sluis. Die heeft dat medicament in de sluis gezet, daar onderhandeld met de farmaceutische industrie en het uit de sluis laten komen in januari. En toen zei ze, ik vind dat het nu standaardzorg is, omdat ik een leuke prijs heb onderhandeld die we allemaal niet weten, maar ook omdat de beroepsgroep heeft gezegd, wij gaan dat in expertisecentra geven. Wij gaan dat registreren. We gaan doorlopend kijken naar onze uitkomsten en we gaan actief onderzoek doen. Nou, voor de factcheckers onder ons. We hebben nu 27 centra voor immunotherapie. En er zijn 109 ziekenhuizen in Nederland waar longziekte wordt bedreven. En er zijn 595 longartsen. 27 centra op 109 ziekenhuizen. Dan is toch een lastig issue en naar mijn mening hadden we dat niet moeten doen. We hadden niet uit moeten breiden. Misschien in de toekomst, maar we hadden eerst goed moeten reflecteren. Want we weten uit onze data, en dat hebben we in Lisa Hendricks een stukje over een medisch contact alweer gehad. Hebben we gezien dat van de patiënten die naar ons verwezen werden voor immunotherapie, dat een heel groot deel van deze patiënten helemaal niet in aanmerking kwam voor die therapie of in studies behandeld kon worden. Dat is natuurlijk iets waar we van gaan leren. Daarnaast hebben we gezien dat bijna de helft van de patiënten na een hele korte tijd al stopt met de immunotherapie. En we moeten dus zoeken wie zijn die patiënten. Dus naar mijn mening hadden wij eerst het bij de centra moeten houden, heel goed uit moeten zoeken wie zijn nou die patiënten die we kunnen behandelen en moeten behandelen en pas dan naar uitbreiding moeten gaan. Dat expertisecentrum, dat is wel een issue binnen onze longartsenvereniging. Als het over longkanker gaat, vraag ik me af of het zo moeilijk is. Want de SONCOS, normering oncologische zorg, dat document dat zegt, een referentiecentrum verricht tweede meningen, doet actief onderzoek en onderwijs, blijkend uit publicaties en het geven van supraregionaal onderwijs. Nou, volgens mij kunnen wij zo vaststellen wie hier de referentiecentra zijn en wie we daarvoor aan moeten wijzen. Ik ben bijna aan het einde. Omdat de rector langer heeft gepraat, loop ik nu ook uit. Dus even wachten met de bitterballen en het bier. Wat belangrijk is dat die add-on-structuur die gaat verdwijnen in 2017. Dat houdt in dat zorgverzekeraars alle zorg gaan vergoeden waarvan wij als beroepsgroep zeggen dat is standaardzorg of volgens de stand van de wetenschap. Dat betekent dat wij voor patiënten met die kleine groep, hè, dat zeldzame ziekte, die druivermutaties, dat wij voor die patiënten ineens medicamenten beschikbaar kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld voor patiënten met een BRAF-mutatie. Heel weinig komt dat voor bij longkanker, bij melanoom veel vaker. En daaruit weten we dat dabrafenib en trametinib werkt. Dat zouden we dan voor kunnen schrijven als wij zeggen dat de stand van de wetenschap, want het zijn kleine series dat het effectief is. En dat betekent wat.
Dat betekent dat we een zeldzame ziekte hebben waar we een behandeling voor hebben. Nou, ik denk dat we er allemaal over uit moeten zijn dat we dat niet allemaal moeten behandelen. Binnen de werkgroep of sectie oncologie van de ENVALT hebben we genotuleerd vastgelegd dat het in 5 centra wordt gegeven. Maar het is wel belangrijk dat wij de actie opmaken als beroepsvereniging. Waarom? Omdat die 5 centra, en Maastricht is 1 van die 5 centra, afspraken moeten maken met hun zorgverzekeraars. Want het heeft natuurlijk enorm impact op het budget. Niet alleen omdat dat hele dure medicamenten zijn, maar ook medicamenten die we een hele lange tijd gaan geven omdat deze patiënten veel langer leven. En daar moet geld voor vrijkomen. High heels, more cost. Willen we wat doen, dan moeten we daarin investeren. Wat goed is, en dat is het allerlaatste stukje wat ik wil zeggen, is dat wij als longartsenvereniging in de commissie BOM, beoordeling oncologische medicatie, participeren. En ik zit daarin namens de ENVALT. Deze week stond in de krant dat er een stijging is van de zorgpremie en dat dat onder andere komt door de dure kankergeneesmiddelen. Wat de EMA doet, die laat zorg voor toelating in de Europese markt, die kijkt dus naar is een studie positief of niet en is het niet te gevaarlijk, oftewel zijn er niet te veel bijwerkingen. Nou, dat is niet hetzelfde als is het nou zo effectief voor onze patiënten? En ik denk dat wij daar een uitspraak over moeten doen. De commissie BOM heeft criteria ontwikkeld, de zogenaamde pasquil-criteria. Dat is een lat waaraan die medicijnen worden gelegd. En dan kunnen we soms besluiten dat medicamenten die wel tot de Europese markt zijn toegelaten, wij vinden dat die geen klinische meerwaarde hebben voor onze patiënten. Dat is een hele mooie manier om toch ook kostenbesparend te zijn. Ik hoop dat ik u een beetje mee heb kunnen nemen in mijn hele mooie vakgebied, waar ik nog een hele hoop mooie dingen hoop te kunnen doen. High heels, more cost. Dus zoeken naar de bijzondere dingen. Niet voor de makkelijke witte gymschoen gaan. En daarin investeren. En tot slot, voor mijn thuisbasis, mijn liefste, Wouter en Egbert, let op, 1 euro in de pot. Allora, ik heb gezegd. Beste professor Dingemans, beste Annemarie, mag ik jou danken voor een geweldig mooie reden. Volgens mij heb jij deze ochtend de goede keuze gemaakt. Ik zal niet vertellen wat de keuze was, maar ik meen te weten dat het een goede keuze was. Ik heb ervan genoten, het was inhoudelijk, het was bevlogen, toont leiderschap. Volgens mij alle drie de aspecten die wij in een hoogleraar willen zien. Het is dat we je niet kwijt willen, anders zou ik je nomineren voor de volgende minister van Volksgezondheid. Maar dat gaan we niet doen. Geachte dames en heren, hiermee is een eind gekomen aan deze academische zitting. Ik vraag u om het cortège te volgen naar de refter, daar is onze receptie. Ik wil u ook vragen om niet in een lange rij te gaan staan, want dan duurt het heel lang voordat u een drankje krijgt. Maar kijkt u wanneer het een beetje minder druk is, voordat u Annemarie de felicitaties overhandigd. Ik dank u allemaal voor uw komst, ook voor de mensen van boven de rivieren. En ik wens u een heel fijn weekend.